De Nationale Partij Suriname, de NPS, verzekert bij de viering van de 67ste verjaardag afgelopen zondag dat in 2015 het roer van het land wordt overgenomen. De nieuwe frontpartners zijn met het aftellen van deze regering begonnen. Er resten nog 1 jaar en 9 maanden. In de ogen van de SPA, DA91 VAP, BEP en de jarige NPS kan deze regering vergeleken worden met het slechte. Daarom moet ze in 2015 plaatsmaken voor een nieuwe en integere regering. VAP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi zei dat de nu jongere generatie de leiding heeft van deze twee partijen. Ook de overige partners hebben jonge voorzitters. Volgens de politicus kijkt de samenleving uit naar nieuw leiderschap. Jij als de nieuwe voorzitter, de jonge voorzitter, en ik aan deze kant, de nieuwe voorzitter van de VHP, ook de jonge voorzitters, met de jonge leiders van Front, met de jonge voorzitter van BEP. Dat is waar de samenleving nu naar uitkijkt. Nieuw leiderschap. Nieuw leiderschap dat in staat is om de problemen in dit land op te pakken. Men is al moe van de vele problemen in het land. Men wil weer stabiliteit, men wil weer veiligheid, men wil weer economische stabiliteit, men wil weer goede samenwerking met heel wat landen in de wereld. Men wil af van de abangis in dit land. Maar meer nog, mijn mensen, dat de regering constant machteloos het volk moet zeggen dat niks nog fout. Terwijl alle die volk uit Pina, je ziet de prijs die stijgt in de supermarkt. Af veiligheid, dat we nu aantrekken niks meer. Want enigszins aan minister voor Justitie en Politie uit Kaarde Abangi kon komen jullie aanmelden. En dat brengt geen veiligheid, mijn mensen. Mijn mensen, het volk wil af van deze regering. Het volk wil een nieuw beleid. En wij, partijen die achter de democratie staan, die achter vernieuwing staan, die achter duurzame ontwikkeling staan, maar die ook staan achter versterking van onze democratische principes, rechtsstaatprincipes. Die moeten ons klaarmaken, het volk klaarmaken. Meneer Rusland, uw partij klaarmaken, klaarstomen. Net zoals de vorige sprekers gezegd hebben, in alle hoeken en gaten. Dat geldt ook voor de VAP, dat geldt ook voor de andere politieke partijen. Dat we strijd moeten leveren, omdat het een harde strijd gaat worden. Omdat deze regering, onder leiding van deze president, niet van plan is naar huis te gaan. Zonder enige strijd. En wij maken ons klaar om deze strijd te leveren. Elke dag moeten we tellen, mijn mensen. We moeten het land bevrijden van deze regering, omdat zo het volk ten onder gaat. Maar we zien ook namelijk dat de vernietiging ontstaat in verschillende sectoren van het land. En wij, frontpartners, leiders, het volk kijkt naar ons. En we hebben weinig tijd. En laten we zo snel mogelijk, en daarvoor is er goed intern overleg gaande met de frontpartners, met onze vrienden, nieuwe vrienden ook, om te gaan naar een nieuw traject. Een nieuw traject dat binnenkort, binnen niet al te lange termijn, het volgend jaar al voltooid zal moeten zijn. Welke onzekerheid moet ze geven, welke hoop moet geven aan het volk, welk geloof moet geven aan het volk. Dat wij in staat zijn inderdaad naar die regeerverantwoordelijkheid te gaan en zorg dragen dat dit land op een verantwoorde wijze ontwikkeld wordt, op een verantwoorde wijze geleid wordt, af te komen van slecht bestuur. Goed bestuur presenteren met integer leiderschap, welke weer zal zorg dragen voor hoop en geloof in dit land, voor ons volk en de generatie die na ons zal komen. Alle NPS'ers, gefeliciteerd met deze dag. Viert u deze dag, maar laten we op deze dag ook de energie putten, zoals de dominee dat gezegd heeft. Energie putten voor de nieuwe strijd die we moeten leveren. Maar tegelijkertijd, net zoals in het verleden, in eensgezindheid, in eenheid optrekken. En strijden tegen doelen die vernietigend werken naar de samenleving. Maar tegelijkertijd ook nieuwe hoop, nieuw geloof, nieuw programma, nieuw visie, nieuw talent, nieuw leiderschap en nieuw elan presenteren aan de Surinaamse samenleving. Voorzitter Gregory Rusland van de NPS gaf aan dat mensen zich onveilig voelen in het land en het financieel beleid zorgwekkend is. Er zal weer veel herstel nodig zijn, net als in 2000, wanneer de nieuwe regering met NPS daarin aan de macht komt. Wij hebben grote verantwoordelijkheid straks. Maar met de ervaringen die we hebben. We zien dat in 2010 de bevolking, grote delen van het volk, misschien te veel mensen, hebben besloten
om iets anders te proberen. Is dat vast aan ego? Deze waren de kering, die jaren, die vindt dat kan de, als dan kan gomoren boem, allerlei beloftes komen op je af. Dan maak je een keus. Maar bakat 3 jaar is je tak. De chimie zit tak ik ba. Mi orusu. De wade orusu bakat wat dan de kwinsi. En dat zorg ik ba. Dat de dé in staat om uit moeilijke omstandigheden weer ontwikkeling te brengen. Nogmaals. Partijgenoten, dames en heren. Wij vanuit de Nationale Partij Suriname. Voor de 67 jaar is de om een chijasso om een jonge wambede na duizend jonge wambede jasso. En we weten dat die jongeren een belangrijke rol zullen vervullen in die periode die voor ons ligt. Omdat zij een keus zullen moeten maken, een bewuste keus waarbij ook hun eigen toekomst veilig gesteld is. En we geven een garantie dat de Nationale Partij Suriname naar de partner vindt. We zorgen dat de doet alles aan de pot de juiste smaak bij de moesde. De treft de juiste maatregelen. We zorgen dat de toekomst voor de jeugd veilig gesteld. Onze kinderen willen wij een toekomst geven die beter is. Dat wat wij hebben meegemaakt. Onze kleinkinderen moeten het nog beter hebben. En dat betekent dat we ook met graps door met grap dat we ontwikkelen van kinderen. En dames en heren, ik kan u vandaag aangeven dat in de regering die na 2015 aantreedt, met de NPS sowieso in de leiding samen met haar partners, dat wij ervoor zullen zorgen dat geen enkele Surinamer die een bijdrage wil leveren, wordt uitgesloten uit het doen, uit het werken in ons land. Wij zullen ervoor zorgen dat iedereen die wil erbij gehaald wordt om te joinen bij K. Wil ik jongen wang. Laten we nu een periode afsluiten. We let jong wang abi fu bondru kona makandra. Fu sorgu tak we do desan. En misschien is het nog te weinig gebeurd in de achter ons liggende geschiedenis. In de achter ons liggende periode. Maar ko bondru makandra fu sorgu. Dat wij die maatregelen treffen. Die juiste beslissingen nemen. Om dit land op het goede pad te brengen. En op het goede pad te houden. Naar welvaart en welzijn. Voor iedere Surinamer.